eindelijk is het zover. In een schuldbekentenis heeft het OMT afgelopen week toegegeven dat ze ernaast zaten, dat genomen conclusies overtrokken waren en dat flinke versoepelingen mogelijk zijn. En zo is gisteren eindelijk besloten om ook de horeca en de cultuursector te openen. Wat versoepelingen, eindelijk rechtvaardigheid, eindelijk goed nieuws, zou je denken. Want voorzitter, het verwerpelijke coronatoegangsbewijs bestaat nog steeds. En dit kabinet heeft aangetoond dat zij hier nog lang niet van af willen. Zelfs toen afgelopen week uit het onderzoek van de TU Delft bleek dat door de inzet van 2G en 3G er meer schade wordt aangericht aan de samenleving dan dat het baten heeft, bleef het kabinet toch forceert sorteren op een QR-samenleving. En voorzitter, in het verlengde hiervan is afgelopen maandag een nieuwe regeling naar de Kamer gestuurd met nieuwe regels omtrent coronatoegangsbewijs in het kader van de harmonisatie in Europa. De nieuwe regels zijn herstelbewijs nog maar 6 maanden geldig en vaccinatiebewijs 9 maanden geldig. Voorzitter, vorige week stelde ik hier nog vragen over aan de minister en hij had het toen niet paraat, begrijp ik, snap ik, maar waar denkt toen voor vreesde wordt nu bewaarheid. Want waarom heeft immuniteit volgens dit kabinet door herstel niet dezelfde waarde als een vaccinatie? Want volgens verschillende wetenschappers en ook het Amerikaanse USCDC is een natuurlijk herstel van een infectie net zo goed als vaccin of zelfs beter. Waar komt dan dat vaccinatiefetischisme vandaan, vraag ik me af. Kan de minister mij uitleggen wat de wetenschappelijke gronden voor dit onderscheid zijn? Voorzitter, Denk heeft ook haar bedenkingen bij de obsessie van dit kabinet met de boostergraad. En ik zeg duidelijk, voordat daar misverstanden over ontstaan, boosteren is een goed middel voor ouderen en kwetsbaren om een ernstig ziekteverloop en ziekenhuisopnames te voorkomen. Maar mijn fractie heeft er problemen mee dat een hoge boostergraad van de hele bevolking tot het ultieme doel is verheven. En voorzitter, dat zien we ook terug in die nieuwe regeling. Daarin wordt gesteld dat men met een boosterprik voorlopig onbeperkte toegang krijgt tot de samenleving. En voorzitter, we weten het al, dat is schijnveiligheid, dat is schijnzekerheid. In Israël zetten ze al in op de vierde prik en daar heb je een torenhoge besmetting. Dank u wel. Interruptie van mevrouw Paulusma, D66. Wij zaten vanochtend, wij zaten samen in de technische briefing van het OMT. En toen zagen we in de grafieken ook een stijging van juist het aantal jongeren. Ook met deze variant, die zelfs in het ziekenhuis terechtkomen, ernstig ziek worden. En dan gaat het ook nog om jonge kinderen. Hoe duidt u dat met de oproep die u net deed? De heer Kousou. Nou, voorzitter, vanochtend was mijn collega Azarkan aanwezig bij de technische briefing. En het is inderdaad zo, en daarom zeg ik dus ook, van een booster. Ja, we lijken ook wel een beetje op elkaar. Hè? Een booster, ik zeg dus ook niet, en dat heb ik nooit gezegd, dat vaccinatie niet helpt, niet werkt. Waar ik het in mijn pleidooi over heb, is dat we op dit moment heel erg inzetten op een boostergraad, terwijl herstel, een doorgemaakte infectie, volgens diverse onderzoeken ook immuniteit biedt. En vorige week heb ik de minister daar ook om gevraagd. Is het nou niet verstandig om de cijfers met de boostergraad te verrijken met de immuniteitscijfers? En ik denk dat we dan een veel betere weergave hebben van de stand van zaken dan op dit moment het geval is.